Goed, bedankt om ons ook het woord te geven. Trivudent is een pionier in Vlaanderen als het gaat over impactinvesteringen met een track record van 23 jaar ondertussen. Investeren in startende en doorstartende ondernemers. De originele focus was volledig gericht op de creatie van sociale tewerkstelling, dus jobs voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Die focus is ondertussen wat ruimer geworden, daar kom ik direct op terug. Eerst kort wie wij zijn, van waar wij gesteund worden. We zijn eigenlijk een coöperatieve vennootschap, een open-ended fund. Dus wij gaan eigenlijk blijvend investeren en gestructureerd als een publiek-private samenwerking. Onze hoofdaandeelhouder is de Vlaamse overheid, die 1/3 van ons kapitaal in handen heeft. Dan 1/3 van het kapitaal is in handen van wat wij noemen de sociale investeerders. Denk daarbij aan de vakbonden, ook de Koning Boudewijn Stichting en bijvoorbeeld maatwerkbedrijven zelf. En dan het overige 1/3 van ons kapitaal is in handen van de bankaire sector en verzekeringsmaatschappijen. Dus dat geld krijgen we ter beschikking. En als je ziet naar onze track record, wat vooral opvalt is dat wij de laatste 5 jaar een sterke groei kennen in onze portefeuille. Dus op vandaag zijn we geïnvesteerd in een 45-tal individuele ondernemingen voor een totaalbedrag dat naar de 5 miljoen euro evolueerde nog in de afgelopen weken. We hebben 3 grote focusdoelgroepen. Dus de eerste is die sociale tewerkstelling is er uiteraard nog altijd in. Dat blijft een belangrijke focus voor Trivudent. Dat betreft dus investeringen bijvoorbeeld in maatwerkbedrijven. Dus bedrijven die als missie hebben om die sociale jobs te gaan voorzien. Een tweede focusgroep zijn circulaire businessmodellen, dus ondernemingen die circulaire oplossingen in de markt gaan brengen. En het fijne daar, wat wij zien, is dat er veel, zeker in die start-up fase, ook spontaan die samenwerking gaan opzoeken met die maatwerksector. Dat is eigenlijk een match made in heaven voor ons, maar wij merken dat dat ook in de praktijk heel goed werkt, wegens de flexibiliteit. En een derde doelgroep is wat breder, samenleving verbinden. Dat is sociale innovatie, ondernemers die een maatschappelijk of sociaal probleem wensen te gaan oplossen en daarvoor echt een onderneming gaan opstarten. Dus dat kan heel breed gaan. Zoals gezegd, een 45-tal klanten. Dat gaat dus van productieomgeving, zoals een maatwerkbedrijf, maar ook bijvoorbeeld een Juno, tot SaaS-omgeving of een app, een Bloomup bijvoorbeeld, die een platform biedt aan corporates met de bedoeling om zich te richten op welzijn op de werkvloer, dus laagdrempelige psychologische ondersteuning. Dus dat kan heel breed gaan. We zijn in die zin een generalist, maar de rode draad in onze investeringen is dat het altijd moet gaan over impactondernemers, die dus helder moeten kunnen formuleren welk maatschappelijk probleem zij gaan oplossen. Naar aanbod toe hebben wij 3 type producten. De achtergestelde lening, converteerbare lening en participaties, dus direct in het kapitaal. De voorkeur is dat wij toch gaan instappen via een converteerbare lening met een grace period van 2 jaar, waarna wij dan het recht hebben om al dan niet te gaan converteren in het kapitaal. De ticket size gaat van 50.000 euro tot 250.000 euro en dat kan hoger zijn tot 500.000 euro. Als daar directe sociale tewerkstelling wordt gecreëerd, dan kunnen wij ook nog putten vanuit een cofinancieringsfonds van de Vlaamse overheid. Het SIFO is dat. Maar dat moet dus echt gaan over bijkomende jobs in die sociale economie. De fase waarin dat wij gaan investeren, dus zoals daarnet al een stukje aangehaald, bij de Finmix panels moet je nog niet je eerste klant hebben. Bij Trivudent is het eigenlijk de bedoeling dat je kunt aantonen dat je je eerste betalende klanten hebt. En dan de typische aanwending van onze kapitaal is voor sales marketing, dus uw aanwerving van uw eerste salespersoon. Dus het is toch wel een vroege fase dat het kan, maar uw eerste klant moet er wel degelijk zijn. We gaan niet investeren in R&D. Belangrijk in onze strategie is dat we heel nauwe samenwerking hebben met andere financiers. En het is ook zo dat wij bij veel van onze portefeuillebedrijven samen geïnvesteerd zijn met verschillende investeerders, met verschillende financiers bedoel ik. En daarbij bijvoorbeeld ook samen een bestuurder gaan afvaardigen. Dus dat gebeurt wel regelmatig dat wij dat ook voorop stellen om mee in uw bestuur of in uw adviesorgaan een positie op te nemen. En nog een laatste zaak die eigen is aan een investering bij Trivudent. Wij verplichten onze
investees, dus na het contract, om binnen het jaar daarna een impact traject te gaan volgen. Wij bieden dat wel gratis aan, onder begeleiding van een externe consultant. Maar het resultaat van die impact oefening is dat je op het einde van die oefening een aantal impact KPIs zult formuleren. Dat is meestal 2 tot 5 impact KPIs. Bijvoorbeeld hoeveel CO2-reductie, hoeveel jobs ga je creëren in de sociale economie. Dat zijn veel voorkomende KPIs uiteraard bij ons. Wij gaan dan ook daar een paar targets afspreken en die minstens 2 keer per jaar opvolgen samen met u. Dus we hebben het niet alleen over het financiële, maar ook over de impact. Dat zal altijd de eerste vraag zijn die wij samen met u gaan benaderen. Voilà, dat was in een notendop Trivident.